Welkom op de internationale ABBA-dag hier in Roosendaal. Er gebeurt hier van alles vandaag. ABBA-fans zijn hier naartoe gekomen uit heel de wereld. From Germany. We are coming from Argentina. Belgium. Ireland. Er is van alles te zien, te kopen, ruilbeurs. We krijgen nog speciale gasten. Later op de avond een ABBA-disco. Van ABBA heb ik wel alle nummers, maar niet alle cd's. Dat niet. Je hoopt u hier te vinden? Hoop ik wel, hoop ik wel. Daar hebt u veel geld voor over? Bijna 200 euro. Het mooiste ABBA-nummer ooit. Ja, dat is niet zo ingewikkeld, dat is Do It It Takes It All. Doe eens een klein stukje. I don't want to talk about things you gone through. Wat is het meest bijzondere dat hier ligt? Ja, ik denk toch wel de handtekeningen van Frida en Benny. Is de favoriet? De blonde Agnetta. What's the name of the game? Does it mean anything to you? You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Toen ze in 1981 klaar waren, toen ben ik een tijdje andere muziek gaan luisteren. Heel veel klassieke muziek. Maar op een of andere manier kwam ik iedere keer weer terug bij ABBA. Toen was het echt los. Wat is dat dan? Die nummers zitten heel gecompliceerd in elkaar. Als je ze gewoon voor de honderdste of de 200ste keer hoort, denk je van, oh ja, ik hoor weer wat nieuws. Dus het blijft iedere keer fris. Fan met van ABBA sinds ik klein was en dat is gewoon zo gegroeid en de fanclub is gewoon een uit de hand gelopen hobby. Maar wat maakt ABBA zo speciaal voor jou? Dat is denk ik toch de muziek. De muziek is denk ik tijdloos. If you need me, let me know, gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. I've been waiting for you. Meent u dat nou? Ja, echt. We zijn Brabanders, hè?